Nou, Basiel, knijpen. Ja, en als hij hem geeft, ja. Jan van Willigen van zijn goal. Uit zijn goal. Red DVS. DVS speelt vandaag de tweede wedstrijd van de competitie. Uit bij Roda Raalte. DVS speelde vorige week een goede wedstrijd en won 3-1 van Huizen. Roda Raalte verloor de eerste uitwedstrijd op zondag tegen HBC in Heemstede. De scheidsrechter heeft gefloten voor de aftrap van deze wedstrijd tussen DVS 33 Ermelo uit bij Roda Raalte. DVS mag de wedstrijd beginnen. Bal helemaal terug naar Jan van Willigen. Nou, er valt gelijk één ding op. Er staat een windje. Die bal blijft een beetje hangen. Dus Mike Arends, die kan wel eens een keer in één keer gaan. Bal richting verre hoek. Goeie redding. Frans van den Oldeniel. Zo is het 18e minuut. Eerste corner voor DVS. Ik denk dat het spel van DVS in de tweede helft ook wel gaat profiteren van dat windje iets mee. Geef je iets eerder die bal. Die moeilijke bal wordt dan wat vaker gespeeld. Dus balverlies en dus een overname. Ja, dan gaat hij zoeken. Moet Sam de Wit gewoon hem even tegenhouden. Van Otterlo. Ophalen. Nieuwe aanval opzetten. Slordig balletje van Hilton. Een beetje nonchalant getrapt. Directe bal van Sam de Wit. Dekker. Geen overtreding. Buitenspel wellicht. Scheids en grens laat het doorgaan. Mag die 1-1 naar Van Willigen. Zo, dat was wel de beste kans van de wedstrijd tot nu toe. Diep gestuurd. Rugdekking is er. Rumion is wel snel, maar moet hij aanzetten. Via, ja, het is gewoon een corner. Het idee was wel handig van Maurice van Bussel. Maar Roemion de gelukkigste. Corner inmiddels genomen. Roemion randje 16 staat Rick Dekker. Dekker naar Camara. Zuiver zijn nu. Dat is met zo'n korte corner nog wel eens het risico dat je hem gaat kwijtraken. Baas richting tweede paal. Ja! Nee, DVS wil het vanuit balbezit doen. Dit is goed. Er is heel veel ruimte voor Van Hilton. Van Hilton kan hem gaan voorgeven op Yannick Bouw. Nee, Roemion mist in eerste instantie. Nu dan van... Tweede instantie, nee, Mike Arends moest met het verkeerde been. En gelijk de omschakeling voor Raalte, heel veel ruimte. Nou, Basiel, knijpen. Ja, en als hij hem geeft, ja. Jan van Willigen van zijn goal, uit zijn goal. Red DVS. Goeie bal van Camara. Nu ruimte bij Mike Arends, helemaal overgekomen. Tweede paal staat Yannick Bouw te loeren. Kan nog. Maarten van Dijk, hou hem bij je. En afdrukken. Tweede instantie. 1-0. Voor DVS is het Yannick Bouw. Die zet DVS op een voorsprong in de 44e minuut. Geen buitenspel. Roemion. Aannemen. Zoek hem maar op. Over er komt Baas. Baas. Nee. Nog tweede instantie. DVS is ongewijzigd. En Roda Raalte heeft de rechtsback gewisseld die geel had. Dat is een goede bal. Mike Arends neemt hem goed aan. Wat gaat hij doen? Binnen om, buitenom. Voor richting Yannick Bouw. Dat teletext is nog niet helemaal bijgewerkt. Dus wat dat betreft kan je beter op Twitter kijken. Want daar staat Sparta Nijkerk nog 0-0. Dat is wel eens vaker zo. Maar voor de rest ziet het er overal nog een beetje hetzelfde uit. Weinig gescoord nog in deze speelronde. Roland Baas dan gaat hem voorgeven richting Yannick Bouw. Schat goed opgesteld. Ja, tweede doelpunt van Yannick Bouw. Het is Roland Baas met een bal op maat. Verdediger ziet een bal aankomen, maar gaat eronder door. En Yannick Bouw doet wat hij kan. Roemion zocht Yannick Bouw koelen. Ja, nu wel wat meer man voor de bal. Jan van Willigen, kan je erbij? Lukt. Tweede instantie ook, heeft hij nog steeds. Doet hij goed hoor. Gaat nu Mike Arends er vandoor. Hebben we wat ruimte in de omschakeling. Speler van Raalte ligt nog steeds. Arends gaat zoeken naar zijn linkerbeen. Steekballetje naar Maarten van Dijk. Ik zal maar afwerken. Dat is jammer. Nou, die is tot op heden best gelukkig. Met het spel. Torino Hunten kan de bal afpakken in de 16. Rick Dekker. Dekker naar Arends. Nou, ik zou ze aanleggen. Het verre hoekje.
Nog een keer. Nee, Roemeon. Keeper keurig gered. Tweede instantie, Roemeon weer op de doelman. Nu kan Nick van Hilton nog een keer door. Gaat de 16 in, balletje voor Maarten van Dijk. Maarten van Dijk ziet de ruimte bij Priem. Die gaat hem voorgeven naar Van Hilton. Priem zet Owe Muller aan de gang. En die gaat er wel voorbij. Die is hem kwijt. Owe Muller kan de 16 ingaan. Gevoelig balletje, Soré. Hey. Nou ja, de opzet was goed. Lastig balletje voor Zico Soré. Nou ja, zo is de DVS een goede start. 6 uit 2. De beste kansen in de eerste helft waren voor Roda. Maar na de 0-1 was DVS gewoon soeverein. DVS wint met 0-2 bij Roda Raalte. Zo op 24 augustus. Tweede duel dus in de competitie winnen we.